We willen ons slootwater in feite omtoveren tot zwemwater. Daar zullen we best nog wel even voor nodig hebben, maar je zou gek gezegd in iedere sloot moeten kunnen springen om te zwemmen. Dit programma gaat over het beheer van ons water. Te veel en te weinig water, zoet en zout water, schoon en vies water. In deze aflevering hebben we het over ons oppervlaktewater. Ons rioolwater wordt niet zomaar geloosd in onze rivieren en sloten, maar het wordt eerst gezuiverd in de waterzuiveringsinstallaties van de waterschappen. Het water stroomt na zuivering bijvoorbeeld de Nieuwe Maas op en is dan schoon genoeg om drinkwater van te maken. In ons oppervlaktewater zitten nog steeds chemische stoffen die er niet in thuis horen. Denk dan aan medicijnresten, meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen die stoffen er op dit moment nog niet uithalen. De waterschappen houden met speciale handhavers in de gaten hoe het met de waterkwaliteit is gesteld. Bijvoorbeeld in de glastuinbouwgebieden in onze regio. Ik ben Steven Zimmeren. Ik werk als handhaver bij het Hoogheemraadschap van Schilland en de Krimpende Waard. En als handhaver dan voer ik controles uit binnen ons gebied. Doe ik op een stukje waterkwaliteit en ik controleer burgers, maar ook bedrijven. Ik ben nitraat aan het meten. Nitraat, dat is een meststof. En hij meet nu iets minder dan 6 milligram per liter aan nitraat. Dus dat is vrij schoon voor dit gebied. Nou, microgram is niet veel, alleen de stof die kan eigenlijk wel heel schadelijk zijn, ondanks dat het gewoon een heel lage hoeveelheid is. Wasbeschermingsmiddelen die verblijven relatief lang in het oppervlaktewater. En dat kan gewoon een weerslag hebben op de biologie, op de ecologie. En uiteindelijk voor de algemene waterkwaliteit is dat gewoon niet goed. Het moet gewoon een stabiel ecosysteem zijn. Qua nitraat en qua meststoffen, dat kan op korte termijn. Bijvoorbeeld blauwalg is gevolg daarvan. Het voorkomen dat er een stof in de sloot komt, dat is beter dan genezen. Juist om het bij de bron aan te pakken. Dan kan je gewoon voorkomen dat wij heel veel werk hebben om het eruit te moeten halen. En een voorbeeld van het voorkomen, dat is een project wat we zijn gestart. Samen met de glastuinbouw om eigenlijk de kringloop beter te kunnen sluiten. Zodat er gewoon minder stoffen vanuit een glastuinbouwbedrijf in de sloot terechtkomen. Mijn naam is Theo Ammelaan. Samen met mijn zoon Tom heb ik een glastuinbouwbedrijf van 5,5 hectare pruimtomaten. Ze noemen het ook wel in de volksmond Roma-tomaat. En in Duitsland zeggen ze eiertomaat en in Engeland zeggen ze plum tomato. Of tomato, sorry. Not tomato, but tomato. Wat wij daaraan doen om te zorgen dat die stoffen niet in het oppervlaktewater komen, is in feite recirculeren wat we aan water meer geven als dat de plant opneemt. Dit is de druppelaar. Hierdoor krijgt de plant zijn voeding, zijn water, met meststoffen. Die loopt hier in de steenwol. Op het moment dat dit op een bepaald verzadigingspunt komt, dan gaat die draineren. En dan loopt het water, wat te veel komt in die mat, loopt in dit gootje naar achteren toe. Hij komt vooraan weer in een draintank en die krijgt dan een zuiveringsstap. En dan is het water gezuiverd van bacteriën en andere schadelijke stoffen. En kan het weer gemengd worden met vers water, met verse voedingsstoffen. Dit noemen wij een gesloten systeem. Dus alle water wat toegediend wordt, wordt nuttig gebruikt. Dus eigenlijk kan je zeggen dat er ook druppels zijn die begin van het seizoen gebruikt zijn, die het eind van het seizoen nog steeds in het systeem zitten. Maar ja, zo precies kan ik de druppeltje niet volgen, dus ik weet niet zeker of dat waar is. Het voordeel van zo'n gesloten systeem is dat je alles wat je inkoopt ook benut. Hè, want alles wat je niet gebruikt en weggooit, heeft wel een kostprijs. Zo simpel is het ook. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam loosde tot 2018 al haar afvalwater rechtstreeks op het riool. Medicijnresten, hormoonstoffen en andere chemische hulpmiddelen konden gemakkelijk in het oppervlaktewater terechtkomen. Nu heeft het ziekenhuis een eigen afvalwaterzuivering. We staan in de kelder van het Erasmus Medisch Centrum, waar een afvalwaterzuivering is gerealiseerd. Aan de linkerzijde staan 84 membranen opgesteld. Aan de achterzijde hebben we een ozoncontacttank en koolfilters.
En hier aan de rechterzijde verwerken wij het vaste afval. Aan de voorzijde komt het afvalwater binnen en daar vindt de eerste scheidingsstap plaats tussen de vaste fractie en de vloeibare fractie. Het systeem is volledig gesloten. Het afvalwater nemen we in, gaat er schoon weer uit. Het afval kan naar de eindverwerker toe worden gebracht en zelfs de lucht wordt behandeld met een luchtbehandeling. Het systeem wat we hier hebben aangelegd, dat is een zuiveringssysteem waar wij ons afvalwater overlozen, maar waar wij ook ons afval overlozen. Wij vermalen ons afval op de afdelingen. Dat gaat in het riool van het gebouw gewoon, transporteert naar de zuiveringsinstallatie. En om dat zo goed mogelijk in de installatie te kunnen gebruiken, te vergisten, stappen we zoveel mogelijk over op bioplastics. Dus allemaal spullen gemaakt van bioplastics die kunnen goed verteren en die ook kunnen vergisten in de installatie die we gebouwd hebben. En dat betekent dat we op afdelingen bijvoorbeeld bedpannen, urinalen, bestek, allemaal van bioplastics op dit moment gebruiken. Want dat zijn hernieuwbare grondstoffen. Dus wij voorkomen daarmee dat we oliehoudende grondstoffen nog gebruiken. En het levert een meerwaarde voor de installatie op. Want die draait veel beter op deze materialen met vergisting. En uit de vergisting halen wij weer biogas en halen wij weer elektriciteit. Dus hoe circulair kun je zijn? Wij krijgen afvalwater binnen. En dat afvalwater bestaat uit afvalwater en vaste afval. Dat gaan we zuiveren. We gaan het afvalwater zuiveren en we gaan het vaste afval verwerken. Je houdt nog een waterkolom over en dit waterkolom gaat in een bioreactor. In een membraan bioreactor zit een actief slip. Dat zijn bacteriën die leven van verontreinigingen die in het afvalwater zitten. Nou, die bacteriën moeten dan in de bioreactor blijven en dat doen we door middel van membranen. Er zit ook een doorsnede van de membraan. Deze membraan die filtert het water naar de volgende behandelingsstap. En dan ziet het water er als volgt uit in deze kolom. De medicijnresten zitten hier nog steeds in. Om die eruit te krijgen gaan we nog twee stappen verder. Gaan we met ozon aan de gang en met actieve kool. Je breekt met ozon de medicijnresten af. Die breek je in kleinere stukjes. Afbraakproducten noemen we dat. Nou, om die afbraakproducten ook nog af te vangen wordt actieve kool toegepast. Een actieve kool werkt als een magneet, die trekken die laatste reststofjes naar zich toe, zit aan het oppervlakte van het actieve kool en dan hou je dus uiteindelijk schoon water over. Dat wil zeggen dat alles wat erin zat aan medicijnen, et cetera, zit onder de detectielimiet. Dus dat betekent dat je het eigenlijk niet eens meer meet. En dus kunnen we kijken of we het intern kunnen hergebruiken. Bijvoorbeeld voor koeltorens, dat soort zaken, sprinklerinstallatie, afijn wat we binnen kunnen gebruiken. En we kijken met de gemeente Rotterdam en het OG-maatschap of bijvoorbeeld in het oppervlaktewater in tijden van droogte ook ingezet kan worden in het park of ondergrondse bergingen. Daar wordt nu ook actief naar gekeken of we daar wat mee kunnen. Want ja, we lozen toch uiteindelijk gemiddeld 70 kuub per uur. Dat is natuurlijk een hele berg water en schoon water. Thank you.